Lockdown. De nieuwe maatregelen. Ja, dat is balen. Dat doet mij soms een beetje denken aan de oude Sovjet-Unie. Als het moet, dan moet het. Voorlopig moet het niet. What? Dat betekent... De zwaksten worden buitensporig. Na het incident gisteravond. De enige oplossing op dit moment is... Stevig feestvieren. Het is niet consequent, vind ik. Wel de silly. Mioniel. Te doden alle vogels. Om het coronavirus te lijf te gaan. What? Ik vind dat een beslissing die heel moeilijk te vatten is. In elk geval is dat goed nieuws. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en dit is de meest duistere tijdslijn. Awee, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek, waar kaf een feit is en koren een fictie. Buitenland ligt in Antwerpen en ik mag daar niet meer komen. Dat is een triest verhaal op zich, daarom beginnen we met plezanter nieuws. Donald Trump snelt het vrij goed. Vorige keer kregen we te horen dat Trump corona had. Geen 72 uur later nam hij de fiets terug naar huis. Elf nominaties en 10 prijzen verdient dit. De laatste keer speculeerden we ook dat Trump zou terugkeren met hoopvolle woorden. There's a danger, but that's okay. Don't let it dominate your lives. Hij deed er nog een accoutrement bovenop. Maybe I'm immune, I don't know. Nee, jij weet dat niet, want jij bent geen dokter. Maar weet je wie wel een dokter is? Nee, dat is niet juist. Heb je mij gemist? Niet echt, nee, maar goed, Björn, hoe komt het dat Trump ziek was? Dat komt na zijn debatprestatie die chaotisch, schandelijk was. En dat hij daardoor het verhaal wilde veranderen. Maar dat is toch een gok? Om aan journalistiek te doen heb je onweerlegbare feiten nodig. Gelijk uw berichtgeving over Charlottesville en Black Lives Matter. Dit is de tijd van de complotten natuurlijk. Blij dat je het zelf zegt. Maar goed, Biden ligt voor in de peilingen. Toch lijkt Trump vermoede pogingen te doen om het tij te keren. Of hoe moeten we zijn optredens van de voorbije dagen interpreteren? Volgens mij moeten we die peilingen interpreteren. Want de president zelf zei al dat... Alle peilingen vals zijn dat hij aan de leiding ligt. Dat was 4 jaar geleden ook al het geval. Bereid u dus voor op immense teleurstelling en autistisch geschreeuw. Biden en Trump hebben nog een keer gedebatteerd ondertussen, maar dat kan mij niet boeien. Dit wel. Mr. Vice President, I'm speaking. I have to I'm speaking. Yeah. Dit bizar gesprek ging tussen huidige vicepresident Mike Pence en mogelijk toekomstig president Kamala Harris. Ik heb het debat niet volledig bekeken, maar de Amerika-reporter wel. Het heeft geen grote indruk gemaakt. Dat is niet volledig waar, Björn, want er was dit. Misschien wel het meest besproken op de sociale media was de vlieg die zich 2 minuten lang in het haar van de vicepresident nestelde. 2 minuten en 2 seconden zat dat beestje vast in de haarlak van Mike Pence. En Mike heeft daar niets aan gedaan. Chockerend als je weet hoe andere Amerikaanse politici hiermee omgaan. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. We vroegen ook Joe Biden om reactie, maar hij stuurde gewoon dit prentje door. Normaal gezien schrijf ik nu een ludiek zinnetje om het tweede aan het derde onderwerp te koppelen. Ze noemen dat een segue. Ik heb dat deze keer niet gedaan, maar kunnen we toch gewoon voor de jol doen alsof dat ik het wel geschreven heb en het was een keigoede segue. You know, that's a good segue into our third topic. Dank u, dames. En dan gaan we nu naar Frankrijk. Vanaf zaterdag is in Frankrijk een avondklok van kracht. Tjoe toch, zijn daar ook virustijden. Alsof dat niet erg genoeg is. Tanta terrorist. Islamist. Een geschiedenisleraar werd vermoord. Samuel Paty werd onthoofd. 3 keer raden wat hij mispeuterd had. De man had in een les over vrije meningsuiting een karikatuur getoond. En ik kan al denken wie er op die karikatuur stond afgebeeld. Het gaat namelijk om godslastering. Of eerder profeetlastering, als je verstaat wat ik bedoel. Ik hoefde geen tekeningetje bij te maken. En ik mag dat ook niet. Mijn buren zouden daar niet mee kunnen lachen. Dit zal altijd een strijd tussen vrije meningsuiting en autoritair religieus gedachtegoed zijn. Ook al had deze man zijn uiterste best gedaan om niemand te schofferen. Hij had wel eerst gevraagd aan de moslimleerlingen om de klas te verlaten. Toch was de gedachte alleen al genoeg voor sommige radicale types om hun 15 minuten te grijpen. De 18-jarige dader plaatste beelden van een moordaanslag op Twitter. Dit is niet de eerste, nog de laatste aanval. Verleden maand was er nog één. Toen verschillende mensen aangevallen werden met een kapmes, gewoon op straat. In de buurt
buurt van de oude gebouwen van Charlie Hebdo. Frankrijk is om zeep. Maar gelukkig ligt Parijs ver weg van Brussel. Brussel is om zeep. Quelle misère. Er is kennelijk een probleem met onze ziekenhuizen. Het begint echt vol te liggen. Want Brussel zit vol Walla en andere toucheurs. En daarom hebben wij de beste coronacijfers van het land. De plekken die er op dit moment echt uitspringen zijn Henegouwen en vooral Luik. Kus mijn klote Luik. Onze wafels zijn beter. En onze cafés zijn sympathieker. Alle Brusselse cafés dicht. En we zijn verdomme de trendsetters. Alle horeca in ons land gaat voor 4 weken dicht. Ondanks de beste effort van de sympathieke waardin. De tafels worden continu afgespreid. Er staan hier overal sprays. We moeten hun handen ontsmetten. Mondmaskertjes. Krijgen ze toch veelal dit te horen? Dat is de fout van de restaurants als van de cafés. Laten we vooral niet vergeten wie hier echt de schuld treft. China, China, China. Yes, Mr. President. But also those losers from the regering. Er is eigenlijk niet echt wetenschappelijk bewijs dat die besmettingen op café, op restaurant gebeuren. Er is geen bewijs. Er is enkel angst. Angst die deze regering zelf propageert. Ik hoop toch ook dat intussen iedereen overtuigd is van de ernst van de situatie en geen politiek spel gaat spelen. Jij bent aan het spelen. Met de mensen hun voeten. Hotels mogen wel nog maaltijden aanbieden aan hun gasten. En ik mag denken dat we solidair tous ensemble moesten zijn. Allemaal samen zullen we COVID-19 overwinnen. Ook al zegt men de hele tijd dit. Komt voorlopig geen nieuwe algemene lockdown in ons land. Toch is de horeca dicht. Alles is dicht. Musea, bioscopen, alle cultuurhuizen moeten dicht. Als je enkel nog kunt gaan werken, dan is er misschien technisch gesproken geen lockdown, maar praktisch wel. En niemand baat, mentaal of fysiek, bij langdurige cabinekoorts. Ik denk dat we niet mogen vergeten dat het mens sano in corpore sano heel belangrijk is. Nihil sub sole novum. Maar deze amateur nutritionist heeft wel gelijk. Enkel Martin Tange vindt dit een goede zaak. Rustiger is het zeker. Oké, boomer. Maar ik zit nog steeds met vragen. Wat is het grote verschil ten opzichte van maart, april? Nu moet je goed horen. Iedereen voelt hoe dichtbij dat virus eigenlijk gekomen is. Het verschil zit hem in het gevoel. Le sentiment. On sent que le virus est très près. En dat gevoel is eerder fatalistisch. Er is geen enkele wet, geen enkele regel die dit virus kan stoppen. Maar waag het niet om zelf negatieve gevoelens te ervaren. Mensen mogen niet in isolement en eenzaamheid vervallen. Omdat de nieuwe maatregelen, deze nieuwe orde van de wereld, voor enorme verwarring zorgt, hebben wij het nog eens allemaal op een rijtje gezet. Onze nauwe contacten die worden beperkt tot maximum 1. Telewerk wordt de regel. Er komt ook een alcoholverbod. Kerstmarten, dat gaat niet. En er komt een nachtklok. Gaat die 1,5 meter niet, dan zitten we in een verschrikkelijke situatie. Een volk dat deze holle woorden slikt, zou Hitler content gemaakt hebben. Ja, maar wilt u nu dat ik hier de waarheid vertel of praatjes? Ik wil dat u bakken zout. Ik wil vooral luisteren naar de Vlaamse regering. Want er is nog een communautaire kant aan dit zaakje. Is het in heel België even erg? Nee, de toucheurs zitten in het zuiden. In het noorden zijn de mensen eerder afstandelijk. Dat geldt voor gans Europa. De vijand is niet de Franstalige of de Waal. De vijand is Luik. Dat is het altijd al geweest. Dat zal het altijd zijn. Opletten alstublieft. Vandaag zijn alle provincies in ons land in het rood. En er zijn er 3 die dat niet zijn. Dat is Oost- en West-Vlaanderen en Limburg. Met andere woorden, 60% van Vlaanderen of 30% van België. Maar wat vindt onze president hiervan? Laten we vooral opgeven. Laten we vooral doorgaan naar het echte nieuws. Maar eerst... Eerst een doorbraak in het onderzoek naar de verspreiding van naaktbeelden van een aantal bekende Vlamingen. Het gaat bijzonder snel met deze zaak. De politie heeft 2 verdachten opgepakt die de beelden verspreid hebben. 2 verdachten? Maar ik kan u er direct 3 noemen. Stan van Samang, Sean Dont en Peter van de Veire. Nu blijkt dat ze het slachtoffer werden van een katvis. Uit het onderzoek is gebleken dat Evelien in werkelijkheid een 27-jarige man is uit Gent. Proficiat aan de flikken zeker. De computer Kraminita a travaillé rapidement et efficacement. Maar er bleken nog talloze andere slachtoffers te zijn die de dader al jaren geleden ontmaskerden. Sommigen zeggen dat ze naar de politie stapten, maar dat die niets ondernam.
Toen kwam het niet op de radio of tv. We weten wie de Ubermenschen zijn. Meneer Van Samang is daar enkel maar zeer verheugd en zeer blij over. En een gelukkige BV maakt een gelukkige Vlaming. Alhoewel, niet alle Vlamingen zijn even gelukkig. De Vlaams-nationalistische manifestanten verzamelden gisteravond aan de bibliotheek in Puurs. Deze kwaaierakkers kwamen laatstleden bijeen om te protesteren tegen een video die eerder verschenen was. Een 15-jarige jongen werd geslagen en geschopt door 6 jongeren. Waarom ze niet gewoon 4 stippen op de hand zetten, is redelijk simpel. Het gaat om jonge Belgen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Geef toe, jij zou het ook niet leuk vinden moesten Hollanders uw kinderen komen pesten. En je zou het ook niet leuk vinden als ze daarna dit doen. De optocht gisteravond was nog maar net op gang gekomen toen er plots een auto uit een zijstraat kwam en met hoge snelheid door de menigte reed. Je zou het helemaal niet leuk vinden. Je zou dit doen. De betogers en de politie liepen de auto achterna. De bestuurder en de 2 inzittenden konden worden opgepakt. En dat is maar goed ook, want eigenlijk spreken we hier over poging tot doodslag. Gezien de politieke correctheid nog steeds onze samenleving beheerst, zijn de 2 inzittenden vrijgelaten. Gezien het hier om een aanval op rechts gaat, moest de VRT wel de kant van de daders kiezen. Ze zeggen dat ze in paniek waren omdat ze werden aangevallen. Ze maakten deze beelden in hun auto. Op die beelden was niets te zien. Zo gezegd werden ze aangevallen door radicale extremisten. En zijn dan willen vluchten? Recht door hun vijand heen. Zoals ze het geleerd hebben in Charlottesville. Ah nee, wacht. Hier zijn de zaken omgedraaid. De steun komt uit Vlaams-nationalistische en rechtsradicale hoek. 2 dagen later stonden ze daar opnieuw. En Puurs was aan het bibberen in haar vesten. Er werd gevreesd voor incidenten nadat eergisteren een auto in een betoging was gereden. De protesteerders waren niet gewelddadig, het waren tegenstanders. De manifestatie was niet toegelaten, maar is wel zonder incidenten verlopen. Nu ik erover denk, die rechtsradicalen hebben niets kapot gemaakt of geplunderd. Integendeel. Ja, dat is heel lief. Verwarrend stukje nieuws. Zou het kunnen zijn dat de machtige linkse media-elite ons al jaren leugens vertelt? Dat maakt mij niet blij, maar dit maakt mij kwaad. Delphine Boël is nu officieel prinses van België. Terwijl het land kreunt onder corona en de anus van Jean Lund, wil deze trut prinses genoemd worden. Het zal haar zeker om het geld te doen zijn. Delphine Boël heeft altijd gezegd dat het haar niet om het geld of zo te doen is. Ja, Annelies, blijf dan maar geloven. Wettelijk kind van, kan je wel aanspraak maken op de erfenis. En nu is ze prinses. Ik hoop dat ze content is. I can't really tell you whether I'm happy yet. Excuseer, wat was dat? Kunnen jij geen Vlaams misschien? How is your Dutch? Well, it's not good. Parlez-vous français? My French is not that brilliant either. En om eerlijk te zijn, uw Engels is ook niet heel juist. It hurted me enormously. I hurt it myself today. To see if I still feel it. Dat is artistieke vrijheid. I'm a 24-hour artist. That is my life. Zebiet gaat dit artiestje nog een cultuursubsidie eisen. Now you have to understand that Monsieur Boël was far richer and is still far richer than the royal family. Ah, misschien gaat ze dan toch die erfenis weigeren. Why would I mean, that would be... I don't understand that. Why would people want me to refuse it? No, it's just a question. Ik heb geen antwoord gehoord. Maar ik heb wel gehoord dat Hanne een beetje geopineerd is over de nieuwe prinses. Ondertussen is het Gietje al langs geweest bij de koning. Het was ook een losse ontmoeting, hè? Dat zien we ook op de foto. En een chance dat ze het zeggen, want mij lijken ze eerder houterig. Dus helemaal ontspannen, ze lachen ook allebei. Maar weet je wie niet mee kan lachen? De Vox Populi. Ik zou liever hebben dat de vader zijn dochter ontvangt. Zo dus hebben we alweer een goede reden om komaf te maken met Sachsen-Coburg. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Trump overwint corona zoals hij dat deed bij Clinton. 2. De nieuwe maatregelen zijn even welkom als de nieuwe regering. 3. Rechts is zogezegd kwaadaardig, maar Mike Pence doet geen vlieg kwaad. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit prinselijk artistiek bastaardjoken. Druk op like en stuur deze video naar uw halfzus. Ik zie u graag de volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Fons Verplaatsen is overleden. Hij stierf aan de gevolgen van corona.